dat is maar prima. Ja, Ballisto, van nature anders. We beginnen zo bij de Evangelische Omroep met het eerste deel van de 3,5 uur durende film De Exodus, gebaseerd op het gelijknamige wereldberoemde boek van Leon Oeveris. Daarna richt om 9:50 tijd zijn de schijnwerpers op de actualiteiten van vandaag. En om 11:15 wordt aan 3 bekende Nederlanders gevraagd wat geluk voor hen betekent in de Wat Heet Geluksshow. Maar u krijgt nu eerst even de onderwerpen van Tijd Zijn in beeld. Geprogrammeerd in Tijd Zijn, protesten tegen proefverlof van vrouwgevaarlijke TBR-patiënten. Jonge kostwinners met minimumloon komen onder het bijstandsniveau. Kleine winkeliers zijn tegen het later sluiten van de winkel. En het gebruik van zenuwgas in Angola. Tijd Zijn is er om ongeveer 9:50. Niet 3, niet 2, maar 1. Vanaf april wordt het voor u als kijker allemaal een stuk duidelijker. De EO is er dan uitsluitend via Nederland 1. Net zoals de KRO, de NCRV en de VARA. En onze vaste dag wordt dan de woensdag. Dus niet 3, niet 2, maar 1. Dat is voortaan altijd EO plus KRO, NCRV en VARA. Makkelijk toch? Nederland 1, dat is goed bekeken. En dan vraag ik nu uw aandacht voor Exodus. De Exodus is een oud, nauwelijks zeewaardig vrachtschip. En toch gaan in 1947 op het eiland Cyprus 611 Joodse overlevenden van de Holocaust aan boord in een uiterste wanhopige poging om het land Palestina te bereiken. En dat alles gebeurt aan de vooravond van het ontstaan van de staat Israël. De hoofdrol van Ari Ben-Kanaan wordt gespeeld door Paul Newman.